We moesten er 6 jaar op wachten, maar hij is er eindelijk hoor. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Na de sterke start die Breath of the Wild de Nintendo Switch gaf, gaan we zien of The Legend of Zelda de console ook een sterk slotstuk kan geven met Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom is een direct vervolg op Breath of the Wild, maar de toon is behoorlijk anders. In Breath of the Wild lag er veel nadruk op de wildernis van een post-apocalyptisch landschap. In Tears of the Kingdom gaat het juist over het opbouwen van het verwoeste Hyrule. Nieuwe dorpen staan in de stijgers, het volk is weer vol optimisme en er is maar één ding dat de rooskleurige toekomst nog in de weg staat. Ganondorf. Die blijkt namelijk nog te leven. De Ganondorf die we in Breath of the Wild versloegen, blijkt vooral een soort out-of-office reply te zijn geweest. Ganondorf ontwaakt uit zijn gevangenis. En dan gaat alles letterlijk de lucht in. De luchteilanden boven Hyrule horen bij het koninkrijk van de Zonai. Dat is een lang uitgestorven ras met geavanceerde technologie. Al snel krijgt Link het aan de stok met robots en verwerft hij een aantal buitengewoon sterke krachten. Met Ascent kan Link bijvoorbeeld door een plafond duiken, alsof het water is. Dat is handig tijdens het puzzelen, maar ook als je uit een diepe grot wilt ontsnappen. Daarnaast heeft Link de kracht Recall, waarmee hij de tijd terug kan draaien van een bepaald voorwerp. Een vallende steen wordt dan ineens een lift en voorwerpen die vijanden naar je gooien, kun je zo makkelijk een retourtje slechterik geven. Je wapens gaan in deze game nog steeds vrij snel kapot, maar Nintendo heeft daar een eigenzinnige twist op bedacht. Met de kracht Fuse kun je namelijk 2 voorwerpen samenvoegen tot een nieuw voorwerp en zo verrassend sterke wapens creëren. Combineer een stok met een steen en je hebt een hamer. Of smeer wat bliksemjelly op je pijl voor een bliksempijl. En de hoorns die je krijgt als je je vijanden verslaat, kun je met een wapen combineren voor betere aanvalstatistieken. Eigenlijk zorgen de nieuwe krachten ervoor dat experimenteren altijd wordt beloond. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de allersterkste ability, Ultra Hand. Het lijkt een beetje op telekinesis uit Breath of the Wild, maar dan met een pritstift. Je kunt met Ultra Hand namelijk verschillende voorwerpen aan elkaar lijmen. Plak wat boomstammen aan elkaar voor een ladder of bouw een vlot om een rivier over te steken. En van een mijnkarretje kun je met een haak misschien wel een skilift maken. In Tears of the Kingdom begin je net als vorige keer in een groot trainingsgebied. Dat lijkt misschien eerst frustrerend en beperkend, maar Ultra Hand is een behoorlijke gamechanger. Oefenen is namelijk, ultrahandig. De enige beperking is je eigen verbeelding. Je krijgt al snel een flinke gereedschapskist aan Zonai-machines waar je voertuigen mee kunt bouwen. De moeilijkheidsgraad van de puzzels ligt ook een stuk hoger in Tears of the Kingdom. Je mogelijkheden zijn namelijk bijna eindeloos. Maar als je eenmaal over de leerdrempel heen bent, valt het op dat bouwen eigenlijk heel makkelijk gaat. Binnen de kortste keren bouw je bruggen, vliegtuigen en hovercrafts. En iedere keer als je een puzzel oplost met een bizar plan, sta je met open mond te kijken. Soms is het hilarisch makkelijk om een puzzel op te lossen, maar dat heb je dan vaak niet door. Meestal ben je gelijk al veel te druk met het verzinnen van een gammel bouwwerk. Vaak mislukken je bouwsels, maar dat is helemaal niet erg. Het zorgt namelijk voor grappige situaties en door de autosave-functie raak je nooit veel kwijt. En het Breath of the Wild DNA vind je ook nog wel terug in Tears of the Kingdom. Zo zul je shrines en koroks gewoon weer tegenkomen en ook het paardrijden is hetzelfde als in Breath of the Wild. Ja, nog altijd even onhandig. Maar ja, even eerlijk, wie wil er nou paardrijden als je een vliegtuig kunt bouwen? Er zit ook voice acting in Tears of the Kingdom, maar nog lang niet overal. Zo'n 10% van de tussenfilmpjes is voorzien van stemmen. En de rest is ouderwets lezen. Voor Zelda-fans niet anders dan normaal, maar als je ziet hoe emotioneel de scènes met voice acting in deze game kunnen zijn, hoop je waarschijnlijk dat Nintendo daar de volgende keer nog verder in gaat. Maar het grootste geheim van Tears of the Kingdom is de wereld. Hyrule lijkt op het eerste gezicht hetzelfde, maar in deze game is het bijna
2,5 keer zo groot. En dat zijn niet alleen de eilanden in de lucht. Door Minecraft en de Souls games goed te bestuderen, heeft Nintendo een hele hoop leven geblazen in de wereld van Tears of the Kingdom. Overal waar je komt, hoor je geruchten en legendes om achteraan te gaan. En dat zijn niet eens altijd officiële sidequests. Tears of the Kingdom zit bomvol met mysteries en verhalen, die je hopelijk allemaal zelf gaat ontdekken. Breath of the Wild is een van de beste Nintendo games ooit gemaakt. Tears of the Kingdom weet die formule in vrijwel ieder opzicht te verbeteren. De bestaande kaart van Hyrule zorgt misschien een beetje voor een déjà vu gevoel, maar maak je geen zorgen, de wow-factor van Breath of the Wild wordt regelmatig geëvenaard als je je op nieuwe plekken bevindt. En daarom krijgt The Legend of Zelda Tears of the Kingdom van ons een 95. You are not alone. Link. You are our final hope. Ga jij Tears of the Kingdom spelen? Laat ons weten in de comments of jij eerst gekke voertuigen gaat bouwen of gelijk de diepte induikt. En vond je dit nou een fijne video? Laat dan een duimpje omhoog achter en druk gelijk even op die abonneerknop.